Het artiestenfestival wordt mede mogelijk gemaakt door Alt de Wit Bestratingen. Festival. Leuk dat je kijkt. In de zon loop ik op het strand, met de mooiste hand in hand, dromend langs de waterkant. Een leven vol plezier en feest, met jou beleef ik dat het meest, als jij er toch niet was geweest. Oh, dat heerlijke gevoel, de liefde waar ik zoveel van hou. Ja, dat heerlijke gevoel, die liefde beleef ik nu met jou. Oh, dat heerlijke gevoel. Aflevering van het Artiestenfestival. Dankjewel. Fijn dat je kijkt. We gaan meteen even kijken bij onze eigen Jozef backstage. Wat ben je aan het doen? Appie Heijn. Ja, ik dacht gelijk aan de grote grootgrutter eigenlijk toen ik je naam hoorde. Ja, dat zeggen eigenlijk de meesten, maar het is gewoon zanger Appie Heijn. Zanger Appie Heijn. Maar Appie, is dat je echte naam? Nee, mijn echte naam is Richard Steegs. Maar dat is compleet iets anders. Ja, maar ik denk Albert of zo. Nee, ja, dat denken de meesten. Maar het is bij ons in die dorpjes in Limburg-Brabant heeft iedereen een bijnaam. En op een of andere manier heb ik die naam Appie gekregen. Dus. En je maakt er dankbaar gebruik van. Ja, zo is het ook ontstaan. Appie Heijn, koning van de Gein, heb ik eens gekscherend geroepen. En toen zijn we al 24 jaar toch aan het zingen. Ja, je bent al lang bezig, hè? Ja, als hobby begonnen en van hobby heb ik mijn leven zwerk kunnen maken en ja, daar ben ik het publiek dankbaar voor. Ja, dat is helemaal geweldig. Je bent helemaal professioneel bezig. Ja, dat probeer ik wel. Ik ben trots op de dingen die ik nou doe en maak en het publiek doet mee en dat is het belangrijkste. Ja. Die optredens en het publiek. En nou die oude hit van Dikke Leo in een nieuw jasje? Ja, dat is toch een beetje het piratenhart die vroeger, mijn vader altijd zandpiraat geweest, ik zandpiraat, dus die muziek die zit In het geheugen en die liedjes die komen altijd terug. Ja. En ik denk, dat leeft nou ook bij de jeugd, bij 18, 19, 20-jarigen. Ik zie het tijdens optredens ook. Ik denk, die oude liedjes in een nieuw jasje, helemaal top, die doen het geweldig. Ja, die doen er ook geweldig, ja inderdaad. Heb je al eigen nummers uitgebracht? Ja, doe ik ook zo tussendoor. Het is niet echt op commando, maar soms schiet er een melodietje, een liedje. Mijn leven gaat door, zijn eigen nummer. Mijn vriendin, een goede vriendin van mij, die heeft de tekst geschreven.
En onlangs heb ik nou een soort protestzongetje uitgebracht, een liedje. Is net 2 dagen uit Kamzo en vanuit de Speedway hard geschreven. Eigen tekst. Mooie melodie, beetje in het mineur. Mag ja, wel ik zag met hem voorbij komen volgens mij. Ja, hij is net vers uit. Ik heb hem gisteren voor het eerst live gezongen tijdens een Speedwayfeest. En, ja. Dat is even spannend natuurlijk. Hè, ja, dat is altijd wel de gezonde spanning, maar dan die reacties achteraf. Natuurlijk, maar het lijkt me altijd moeilijk als je eerst een keer een liedje neemt om die tekst te onthouden. Ja, dat klopt. Kijk, wat je vaak zingt, Dikke Leo, iedereen kent dat. He, dat ja, maar dat zijn toch inderdaad, soms heb je van die zinnetjes, die zet je dan andersom, of het is draaien woordjes om. En ik hou dat dan denk, ja, dat is een stukje eigen. Dus ik probeer niet echt 100% aan de tekst vast te houden, dus als ik zo'n woordje omdraai. Als het maar klopt, als de mensen het begrijpen, dan... En als ze maar feest hebben, joh. Mensen en als ze maar feest hebben. Dat is het belangrijkste, Polonaise en genieten van het leven. Nou ja, dan is 90% al gelukt. Daarom. Nou, ga je hier de Polonaise ook maken vanmiddag? Ja. Je hoeft niet wat podium in te lijven, je kunt gewoon de zaal ingaan. De jongens volgen je wel met de camera, dus geen probleem. Nou, dan gaat het. Ik heb er zin in. Gaat gezellig worden. Succes vanmiddag. Dank je wel. Jozef hier al op de achtergrond. De gezelligheid zit er al in met z'n allen. Want hij is inmiddels naar het podium komen lopen. Want een man, hè, bijna jubileum, bijna 25 jaar staat hij al op de planken. En dat gaan we vieren. Nou ja, 25 jaar volgens mij in de beginperiode. Moest je nog zelfs een beetje voor schamen als je de Nederlandstalige nummers nog meezong. Maar tegenwoordig is het groot om te genieten van het Nederlandstalige repertoire. Dus ook hier bij Het Artiestenfestival. Wil je trouwens een keer erbij zijn? Kom lekker langs. Kijk op de website www.hetartiestenfestival.nl. En dan ben je gewoon een keer hier lekker gezellig aanwezig bij de artiesten. Hapje, drankje. Of kijk alle afleveringen terug. Want dan kun je ook weer zien de artiesten die voorbij gekomen zijn. Of natuurlijk nu, die klaar staat. Hij... Groot gebleven door klein. Nee, wat is het groot geworden door klein te blijven? Hoe je dat moet zeggen ook. Hij denkt aan de kleintjes, dat denk ik althans. Maar hij is hier live on stage. Onze eigen Appie Heijn. Met Dikke Leo Medley. En dan komt hij. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat ie goed. Ja, zo gaat ie goed. Ja, zo gaat ie goed. Puntje erin, puntje eruit. Ja, zo gaat ie goed. Ja, zo gaat hij als die wezen moet. Dit is een kuis verhaaltje, geen woord is erin mis. Ik zing het in mijn taaltje, het netste dat er is. Dit is een melodietje, zo blank als pepermunt. Gewoon een aardig liedje, dat is verder dus geen punt. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat hij goed. Ja zo gaat hij als die wezen moet. En lieve mensen, we gaan even gezellig biljarten. Biljartclub, wij hebben geen keus. Oh, oh, wat een stoot. Moet die dikke, moet die dun of op rood. Oh, oh, wat een bal. Je weet nog niet zo hoe ik die maken zal. Van stoot, die ik met een boog. Binnen door met mijn keur richt omhoog. Ja, ik zit met die bal in mijn maag. Laat je balletje erbij, geniet ervan. Hij smaakt goed. Ik heb liever een buik van het bier, lieve mensen, dan een bult van het werkje. Ik heb liever een buik van het bier dan een bult van het werkje. Ik heb liever een week al lang plezier dan een dag zakkerij. Genieten van het leven, want het duurt toch maar even. Ik heb liever een buik van het bier en hier is hij dan een bult van het werken. En we gaan lekker terug in de tijd met de slijpers. Ritsie bie, ritsie ba, ritsie boe. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsie bier, ritsie baar, ritsie boem. Van achteren slijp ik er nooit eentje meer, want dan doet mijn slijpsteen hartstikke zin. Ritsie bier, ritsie baar, ritsie boem. Want van achteren slijp ik er nooit eentje meer, want dan doet mijn slijpsteen hartstikke zin. Ritsie bier, ritsie baar, ritsie boem. En nog een keer. Ritsie bier, ritsie baar, ritsie boem. Olé!
Anneele, goedemiddag. Goedemiddag. Er was weer met een nieuwe single. Ja, alweer hè? Ja, alweer. Nou, vind je het nog niet erg? Nee hoor, heel leuk. Hoe kom je steeds aan die nieuwe nummers? Ja, toch weer terechtgekomen bij Hans Laus, die ook het volgende nummer heeft geschreven. En ja, die samenwerking was zo prettig dat ik dacht, nou, ik laat Hans lekker weer wat schrijven. Ja. Hij weet nou eenmaal wat bij mij past en daar ben ik heel blij mee. Inderdaad, snap ik. He, wel een hele overgang, hè? Toen je 4 jaar was, liep je in de tuin te zingen. Ja, en, ja, en dan sta je op een podium, wat een verschil, hè? Ja, dat is heel wat anders. Ja. Hoe ben je ertoe gekomen om door te gaan in de muziek dan? Ja, ik hield altijd wel van het podium, maar zingen deed ik nog niet echt. Maar ik dacht, nou, ik probeer het een keer. Was volgens mij op een verjaardag. Toen dacht ik, nou, ja, misschien kan ik daar wel beter in worden. Ja. Dus ik heb ook echt wel lessen moeten volgen, hoor, om beter te worden. Ja, inmiddels sta ik hier. Ja, en dat is leuk natuurlijk. Het smaakt naar meer, denk ik. Ja. He? Zie je al een album te denken? Of? Nee, een album eerst niet. Nog niet? Nee, ik ben wel weer aan het oriënteren voor een nieuwe single. Ja, maar misschien voor in de toekomst. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ja, al die oude nummers die je uitgebracht hebt. Ja. Op een albumje zitten. Ja, met een paar nieuwe. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Ja. Nee, dus ja, dit nummer is net uit natuurlijk. Doet het goed. Maar je zit dus wel alweer aan een nieuwe te denken. Ja. Ja, ik kijk gewoon naar de toekomst. Er zit best wel veel tijd in. Ja. Dus je moet toch een beetje gaan plannen. Wanneer kom ik weer met een nieuw nummer? Dus ja, zo eigenlijk. Ja, ja. En je bent echt Nederlandstalig georiënteerd. Ja. Ook qua optredens? Helemaal geen Engels tussendoor? Of doe je wel eens een keer een Engels cover? Ja, bekende country nummers soms wel. Of soms Duits, maar wel echt de bekende nummers dan. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, we wachten op jouw nieuwe nummer weer. Ja. Dan zit je hier weer, denk ik. Nou, het zou leuk zijn. Ik wens je heel veel succes toe. Dankjewel. Jij ook bedankt. Dankjewel, Jozef. En hoe fijn is het om ook te zien dat kleine dames groot worden, mogen we dat zo zeggen? Dat ze zien opgroeien, ook hier bij het Artiestenfestival. Natuurlijk door de jaren heen en zien ze aan de muziek ruiken, proeven en gewoon terug blijven komen. Hun carrière ervan willen maken. En ook steeds zekerder op het podium komen te staan. En ook met volle kracht het publiek willen gaan bespelen. Dat is er ook één van, deze dame, Danielle, die hier aanwezig is. En ook hier lekker in de muziek blijft doorgaan. Live ook hier bij het Artiestenfestival. Dames en heren, live on stage ontvangen met een groot applaus. Want hier is Danielle Wijkstra. Jij, zo onbevangen, ik wil je bij mij. Jij bent zo bijzonder als je naar me lacht. Jouw ogen vertellen wat jij wil van mij. Voel mijn hartslag versnellen, wat jouw blik me net zei. Ik raak in extase, blijf bij mij vannacht. Wat je met tell us.
Dank jullie wel. Danny, goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, daar was je weer, hè? Ja, zeker. We zijn weer in het mooie Nieuw-Buinen. Ja, en nu met een zelfgeschreven nummer. Inderdaad, ja. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een eigen tekst geschreven. En Martin er weer iets moois op laten maken. En dat is aardig gelukt. Dat wordt mooi opgepikt. Ja, ja, dus bevalt je wel het zelf schrijven? Nou, dat was eigenlijk bij de vorige singleopname was het eigenlijk in de studio zo te sprake gekomen. Van ja, welke kant wil je een beetje op, vroeg Martin. Ik zei, nou, ik zeg, het is toch eigenlijk altijd wel een beetje een dingetje geweest om zelf iets te gaan schrijven. Ja. Maar ja, waar begin je dan? Hè? Ja, meestal met een stukje tekst natuurlijk. Nou, en het toeval mocht zo zijn dat ik op een gegeven moment in de zomer met de tekst of het zinnetje mooier met jou of de dag is mooier met jou, zoiets, daar bleef ik maar mee rondlopen. Dus op een gegeven moment maar opgeschreven, mooier met jou. En dan ben ik eigenlijk een tekst omheen gaan schrijven. Niet al te moeilijk. Dus dat mensen twee keer horen dat ze lekker mee kunnen zingen. En ja, uiteindelijk is het dit geworden. Dus ja, ik ben zeer tevreden. Ben je autobiografisch? Voor je vrouw? Of, Ja, toch wel. Ja, toch wel. Jawel. Ja, tuurlijk neem je dat... Het groeit gelijk, hè, zie je? Ja, maar misschien doe je dat toch wel bewust of onbewust. Maar je neemt natuurlijk je eigen leven een beetje in het verhaal mee. Ja. En zodoende is deze teksten tot stand gekomen. Heb je er lang over gedaan om te schrijven? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat ik... het woordje had ik natuurlijk. Of dat zinnetje liep ik al langer mee rond. Dus op een gegeven moment ben ik er echt voor... Het verhaal omheen hebben. Ja, op een gegeven moment dan ga je ervoor zitten. En je schrijft... Ja, je moet op een gegeven moment gewoon echt ervoor gaan zitten. Want ik had al wat steekwoorden natuurlijk in mijn telefoon op een memootje gezet. Alleen op een gegeven moment dan ga je gewoon echt zitten. En dan ga je gewoon een beetje puzzelen met woorden, noem ik het maar. Hè? Ja. En dan heb je uiteindelijk een tekst wat... naar mijn idee aardig klopt. Alleen dan kom je in de studio en dan moet het ook nog lekker, zoals ze zeggen, lekker bekken. En op de muziek, muziek inderdaad. Dus we hebben wat een paar woordjes aangepast. En toen is het uiteindelijk dit geworden. Nou, ik wens je er heel veel succes mee. Dankjewel, Jozef. Het volgende nummer ook het zelf gaan schrijven. Ja, dat ga ik denk ik wel doen, ja. Ik denk dat ik deze lijn wel door ga zetten, samen met Martin. Ik denk je niet dat je de massa aan moet lopen en alles gaan coveren. Gewoon lekker je eigen dingen doen. Nee, ik krijg hele leuke signalen met deze single al, dus... Ik ga de volgende keer de mensen weer verrassen. Zo doorgaan. Succes ermee. Dankjewel. Jozef, een vertrouwd gezicht uiteraard ook bij het Artiestenfestival, komt vaker voorbij met zijn singles. En nu gaat hij ook gewoon weer zijn eigen repertoire zingen. Want hij is ook gewoon begonnen om zelf zijn nummers te schrijven. Gewoon een tekst te schrijven. Hij denkt van ja, weet je wat, ik heb ook veel op mijn hart en op mijn leven. Hij kan nog niet alles kan die onder woorden gaan brengen en uit gaan brengen. Dat wordt een beetje te schunnig allemaal. Maar de teksten die wel kunnen, heeft hij een leuk muziekje ondergezet. En daar kunnen we van gaan genieten. Dames en heren, jongens en meisjes, alles eromheen, eronder en ertussen. Hier is Danny Timmers. Iets aan jou op die mooie zomerdag. En kon mijn ogen niet geloven. Wat een geluk dat ik jou zag. Ik was finaal ondersteboven. Weet dat ik na deze dag altijd op je zal wachten. Ik wil bij je zijn, alle dagen en alle nachten. Lieve mensen, daar gaan we! Die lach van jou is waar ik zo van hou. Dat moet jij echt weten, want iedere dag is een feestje met jou, met jou. Bye.
Dank jullie wel. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Echte Amsterdammer, zag ik. Ik ben een Amsterdammer, inderdaad. Dat klopt helemaal, ja. Ja, je treedt ook veel in Amsterdam alleen op? Of zie je ook de rest van het land? Nou, ik ben heel eerlijk. Ik ben ook heel eerlijk. Ik treed minder op in Amsterdam dan dat ik in de rest van Nederland zit. En af en toe België, ja. Behalve het noorden, zie je niet. Noorden ben ik... U bent er wel, maar niet helemaal. Dit noorden, nee. Hier ben ik heel weinig, inderdaad. Ja. Wel Zuidwolde, dat is nog heel ver hier vandaan. Ja. Meppel, dat is een beetje de grens. Ja. Nou ja, maar wat die nummers die ik van je hoor, ik heb natuurlijk even gegoogeld, zoals iedereen tegenwoordig doet, zijn echt wel die lekkere Amsterdamse nummers, dat lekkere medijwerk. Er zijn een paar wel, inderdaad, ja. Ik heb ook wat mooie bellen uitgebracht. Ja, en daar hou ik van. Ja, dus helemaal goed, helemaal top. Ja, en ook het laatste nummer vind ik hartstikke leuk. Amsterdam, daar ben ik geboren. Ja. Ja, dat is een lekker liedje. Ja. Ja. Heb je het zelf geschreven? Nee. Ik heb hem niet zelf geschreven. Ik wou weer na 5 jaar... Ik heb in 2019, 18 heb ik ook een single uitgebracht. Ik droom van jou elke nacht. En ik denk, na 5 jaar wil ik nog weer een keer uitbreken natuurlijk. Ja. Sorry. En ik dacht van, wat moet je dan uitbrengen? Want er komt natuurlijk zoveel uit en alles lijkt op elkaar. Ik denk, wat moet je nou doen, hè? Iedereen covert bij het leven. Iedereen covert bij, want de covers worden hits tegenwoordig. Vroeger zeiden ze van, als je met DD met de talentenjacht, geen covers, hoor, want daar bereik je niks mee, zeggen ze dan. Nee. Nou, de grootste hits, maar maakt niet uit. Dus ik belde Ronald Fish op van platenmaatschappij van Rood, Wit, Blauw. Om te vragen van, wat denk jij, in welke richting ik moet gaan kijken van, om een nieuwe plaat te brengen? Hij zei, wat dacht je van echt Amsterdams? Oké, hij had het wel een keer vaker gezegd tegen mij. Is dat goed? Dan ben ik naar Koverij gegaan. Koverij is ook wel een schrijver van Peter Beens, Dries Roelvink, René de Haan, die leefde toen nog. Nee. En nog meerdere artiesten heeft hij voorgeschreven. En die had dit nummer nog liggen. En ik hoorde hem en ik dacht, die wil ik hebben. Ja. En toen ben ik gaan denken van, wie moet ik dan vragen voor accordeon? André Vrolijk, dat is nog een van de beste ook van Nederland. Ja, een van de toppers. En ook een Amsterdammer. En hij is ook de muzikaal leider van het Zwanenkoor. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij wilden spelen. Ger Oelemans heeft het helemaal geproduceerd. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. En het is een leuk nummer geworden. Ja, vind ik zelf ook inderdaad. Het klinkt lekker. Gisteren gezongen op het Jordaan Festival. Ja. Vanavond weer. Dus, ik las dat je weer vanavond weer op moest treden. Ja, dat is een heel evenement daar, hè? Ja, het was leuk. Gezellig is het. Druk weer gisteren. Ja, helemaal top. Helemaal top. Ja, ik heb het nooit meegemaakt. Ik ben steeds elk jaar van plan. Ik kom er wat tussen, maar. Het is ook niet naast de deur. Nou, dat maakt niet uit. Dat merk ik zelf ook natuurlijk. Ja, ik heb vroeger ook in Amsterdam gewoond. Wat een ruimte hebben jullie hier. Ja, heerlijk, hè? Heerlijk, ruimte. Ja. Maar daarom konden mensen het westen allemaal deze kant op. Ja. Hey, maar ik wens je heel veel succes hier vanmiddag. Ik dank je wel. Ik hoop dat het... Ik hoop je gauw eerst een lekker nummer uitbrengt. Ja, we gaan even kijken hoe dit gaat lopen en dan wie weet. Jozef, hoe fijn is natuurlijk Amsterdamse gezelligheid. Wat wil je nog meer met onze eigen Peer? Nou, dat is natuurlijk meer in Brabant. Zou je dat zo zeggen? Peter, die voorbij gaat komen. Zei het al, hij heeft nu met zijn nieuwe nummer ook gewoon meer accordeonklank. Om meer Amsterdamse vibe nog meer in zijn muziek te kunnen gaan gooien. Dat is natuurlijk niet het enige nieuwe nummer. Hij is al zo lang aan de weg aan timmeren en door het land heen met zijn optredens. Dus we zijn er al blij mee dat hij vandaag ook tijd kon vinden om hier vandaag aan te kunnen schuiven bij het Artiestenfestival. Over aanschuiven gesproken. Wil je een keer aankomen schuiven? Kijk dan op onze website www.hetartiestenfestival.nl. En daar kun je zien waar de nieuwe opnames zijn om een keer voorbij te komen. En daar kun je ook alle afleveringen sowieso terugkijken. En dan nu ook gewoon, nu kun je dus kijken naar Peter. Die gaat zingen live on stage. Peter Marnier. Lekker meeswaaien. Kijk hier voor me, daar ligt nog een plaatje. Het is een foto waarop op staat. En die andere man, dat is een maatje, opgegroeid in dezelfde straat. Lijkt in jaren wel heel lang geleden, maar het komt me nog zo bekend voor. Als ik af en toe heel even wegdroom, is het net of ik opa weer hoor. Amsterdam, daar ben ik. Zijn grachten en Westertoren zit bovenop heel diep in mijn hart. Amsterdam van toen en van heden is een stad en de tijd medegaan. Maar in Bogum daar ligt mijn verleden en nog al zijn die oude Jordaan. Oh ja. Als ik vroeger bij oma mocht
spelen, zat ze vaak voor de deur in haar stoel. En ik kon me daar echt niet vervelen, het was vaak een gezellig gevoel. Als een orgel de gracht op kwam rijden, was dat altijd voor iedereen feest. Ook al waren het moeilijke tijden, ben daar altijd gelukkig geweest. Amsterdam. Zit ook heel diep in mijn hart. Amsterdam van toen en van heden is een stad met een tijd meegegaan. Maar in Woerden daar ligt mijn verleden en nog altijd die oude Jordaan. Kom er eens vrolijk accordeon. Johnny en Marjan, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja. Ik zag je op tv, Meiden die rijden. Hoe kom je in dat programma terecht? Ja, ik ben daarvoor gevraagd. Dat was, ik schreef mij wel eens in voor nou ja, allerlei soorten televisieshows met muziek en dergelijke. En ik kreeg op een duur kreeg ik een telefoontje van, nou, jij hebt je ingeschreven, maar wij zijn daar niet van, maar wel hetzelfde mediabedrijf. En ja, wij beginnen met een nieuw seizoen van Meiden die rijden. Wil je meedoen? Ja. Nou, toen moest ik wel even nadenken, want ik had er niet al heel vaak naar gekeken en ook niet, ja, altijd heel positieve reacties over gekregen. Want ja, je hoort wel eens wat, ja, maar als je dat zelf ook niet ziet. Dus toen ben ik eerst die afleveringen eens gaan kijken. En ik dacht van, ja, misschien is het dan wel leuk om dat te doen. Ja, natuurlijk. Mijn hele beleving, ja, denk ik, een heel dag met zo'n camera op je nek. Ja, nou, het valt op zich best mee. Want het, nou, je hebt wel eens vaker iemand die met je meegaat een dagje. En eigenlijk is het gewoon iemand gaat een dagje met je mee, maar dan, ja, met een camera erbij. Ja. En op het voorglas van de vrachtwagen zitten dan een paar van die kleine GoPro-cameraatjes. Ja, ja. En het enige wat wel bijzonder is, is dat er dan een auto voor en naast en achter je rijdt die dan je ook filmt. Ja. Maar, ja, dat je constant vragen krijgt natuurlijk. Natuurlijk, van, je moet opletten dat je geen verkeerde dingen doet. Even lekker en dat soort dingen. Nou, bellen zonder gordel. Ja, heel eerlijk. Ja, inderdaad, ja, dat gordeltje. Ik was, heel eerlijk heb ik daar niet op gelet. Want nee, als ik 10 minuten aan het babbelen ben, dan ben ik eigenlijk, nou ja, ik ben gewoon mijn ding aan het doen. Ja. Dus dat was wel even spannend om dan terug te kijken dat je denkt, oh. Hebben jullie er beide in vrachtwagenwereld? Dus hebben jullie elkaar eens leren kennen? Ja, hoe hebben we elkaar leren? Ik kende Marianne als zangeres. En ja, we zijn, waren op de truckersfeer, geloof ik, dat we ergens waren. Of dat we ergens, waar zij ook stond te zingen. En op een gegeven moment dan kom je aan de klets. En dan is die wereld natuurlijk niet zo heel groot. We zitten allemaal in hetzelfde vak. En je zit allemaal bij bedrijven die elkaar allemaal kennen. Dus, ja. Maar ja, volgens mij was dat bij Radio Onderweg. Ja, volgens mij. Bij Bob van Beter. Daar was het, geloof ik, ja. En zo kwamen we aan de klets. En zo is het idee ontstaan om een duet te doen? Nou, nee, eigenlijk nog niet eens. Want ik had een nummer. En dat was een duetnummer. Maar ik wist nog niet met wie. Ik had nog zoiets van, ja, dan moet iemand zijn met wie ik die klik ook heb. En op een gegeven moment, toen kwamen wij natuurlijk aan de klets. En toen had ik natuurlijk gezien wat Marianne deed en wat Marianne kon. En toen dacht ik, ja, dan moet Marianne. Marianne heeft natuurlijk zit in, komt bij dezelfde wereld, is natuurlijk onder die truckers, ja, ook bekend. Ja. Dus die weet wat ze over zingt. Ik denk, dat ga ik doen. Dus ik heb haar gevraagd. En toen zei ze van, ja, is goed, wil ik wel. Ja. Nou, en eigenlijk is het allemaal een beetje heel vlug gegaan. Alleen nu komen er veel reacties. Dat mensen zeggen, van, waarom doe je niet wat vaker? Dus tegen Marianne zeggen, zullen we een paar meer doen? Desnoods, ja, schrijf je ze zelf. Ja. Dan schrijf jij er maar een stuk of 3, 4 wat je wilt. En dan laat Frank Svennen, want Frank Svennen is degene die andere 2 nummers van mij ook geschreven heeft. Ja. Dus, nou ja, we zijn daar nu een beetje mee in voorbereiding om te kijken van, misschien komt er wel een eigen EP met. Met 6 nummers van Johnny, ja, en Marianne. Ja, alleen gezamenlijk optreden is wat moeilijk, denk ik. Die, nou ja, dat, allebei je eigen leven op een gegeven moment, die vrachtwagen. Ja, maar je kunt aan de andere kant doen. Kijk, als jij natuurlijk een album hebt met 6 nummers van jezelf,
dan kunnen we nog eens een keer rustig een boeking doen. Want dan heb je 6 liedjes samen. En als zij 2 nummers van haar nog zingt en ik zing nog 2 nummers van mij, dan heb je gewoon een half uur wat je perfect vol kunt maken. Ja, maar ik bedoel, je moet wel allebei gelijktijdig vrij zijn, hè? Ja, dat is dan wel, maar goed, in het weekend. Ik denk dat dat meer knijpt qua de muziek. Want dat is, de werkdagen, de werkweken. Ja. Maar goed, ik zit niet over ver of iets. Nee, je bent alle dagen thuis. Dus het is echt, de weekenden die zijn gewoon wel voor muziek. Alleen, ja, ik heb dan met Johnny heb ik dan het liedje samen. Maar ik zing ook mijn eigen muziek nog. En ik speel ook nog samen met Half en Half, een Twentse band. Dat is dan een beetje boerenrock. Dus ik denk dat die agenda's eerder met elkaar knijpen als het werk doet. Maar, nou ja, tuurlijk, dat is ook zo. Maar kijk, je krijgt natuurlijk wel, als je een aanvraag krijgt voor een bepaald truckersfeest, dan is dat niet dat het morgen is. Nee. Dus dan zeggen ze, luister, ik noem maar wat, 12 december hebben we een of andere truckersfeest, kun je dan? Nou, als ik dan Marianne bel van, luister, 12 december is er een truckersfeest, heb jij wat? En dan zeggen ze nee, of waar? Ja, dan kun je blokken. Wij zijn ook maar een half uur dan, hè. Het is een half uur, drie kwartier wat je doet. Ja, maar jij bent wel de avond kwijt natuurlijk, als je normaal in de mensen. Ja, dan gaan wij helemaal naartoe moeten, ja, dat klopt. Maar goed, dat zie je dan wel, hoe dat gaat. We zien het in de toekomst. Ik wens jullie veel succes. Dank je wel. En natuurlijk fijn, Jozef als artiest elkaar kunnen gaan vinden op het muzikale vlak. Lekker om zelf sowieso met je solo-carrière lekker aan het werk te zijn. Maar ook om samen af en toe op de bühne te kunnen klimmen. En zo ook voor Johnny Bolk en samen met Marianne Veenstra gaan zij gewoon lekker hier een mooi duet uitbrengen. Dames en heren, live on stage. Ik zei het al, Johnny samen met Marianne. Here we go! Oei. Ben ik klaar voor Marianne? Helemaal, jij ja? Jazeker. Oké, beste mensen, als je het gehoord hebt, je mag rustig meezingen. Amen. I don't need a 9-to-5, don't give me an office life. I don't like the targets, don't tell me what to do. I don't want to stick around, just give me the guitar sound. Fire up my truck and I'm driving back to you. They won't see me inside again, cause I can live without a chain. Fish it down the door, cause that's no good for me. Just before the sun goes down, you can see me coming around, driving back to you. So I turn around my key and I'll be singing. I keep on rolling, rolling, rock and roll, feeling alright. Keep on rolling, rolling, rolling in the deep of the night. I heard my mother's guitar play, a light came in my eye, and it never went away. So driving with my radio on, I'm waiting for the same old song. Rock and roll my freedom, till night turns into day. I keep on rolling, rolling, rock and roll, feeling alright. Keep on rolling, rolling, rolling in the deep of the night. Zo, dames en heren, met Johnny en met Marianne zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank jullie voor het kijken. Wil je van alles op de hoogte blijven, kijk op onze website hetartiestenfestival.nl. En dan ben je er ook gewoon een keer gezellig bij. Of kijk alle afleveringen terug van die geweldige artiesten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye!